tweede keer nu live in het Science Center. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. De lezing, de voordracht, wordt ook opgenomen en hij wordt gestreamd. Dat betekent dat hij op dit moment ook uitgezonden wordt. En dus ik wil ook degene die thuis zit op dit moment, wil ik van harte welkom heten. Het voordeel van streamen is dat het, dus inderdaad wat ik al zei, opgenomen wordt. En dat u eventueel, als u volgende keer niet kan, toch later nog eventjes het kan bekijken. U weet, we zijn hier in het Science Center en het gebouw is verkocht. Desondanks kunnen we hier nog steeds zijn en daar zijn we ongelooflijk blij mee. Het is zo dat in de eerste instantie werd er gezegd dat het tot eind van dit jaar zou zijn. Dus met een onzekerheid van december. Daar waren we ook natuurlijk heel blij mee. En toen hebben we een lezing georganiseerd bij het Kiwi, omdat december dus niet zo zeker was. De volgende lezing is dan ook op 16 december. Dat is een donderdag en dat is in de avond. Het leuke daarvan is dat we dan daarvoor even wat broodjes eventueel kunnen aanbieden. Of dat u die kan nuttigen. En dan hebben we toch een hele plezierige afwikkeling van het jaar, zo vlak voor de feestdagen. Inmiddels hebben we gehoord dat we nog eventjes door kunnen. Dus dat is ook weer goed nieuws. En dat is tot het einde van het eerste kwartaal 2022. En daarvoor heb ik ook al wat mensen opgeleid. En u heeft vastgezien in het convocaat wat ik recent heb uitgestuurd, of wat recent is uitgestuurd, dat daar dus twee mensen voor zijn opgeleid. In januari en februari. Dat brengt mij naar deze lezing, het convocaat. Deze voordracht, en ik spreek eventjes om de juiste titel te hebben, hebben we dat hier ook. Nee, daar staat Jacques van Marken, sociaal ingenieur en visionair. En we zijn natuurlijk heel blij dat Jan van der Mast, hij zit daar, voor ons deze lezing wil houden, want hij is de schrijver van de biografie over Jacques van Marken. En daar heeft hij behoorlijk wat tijd in gestopt. Ik begreep dat hij daar 4 jaar mee bezig is geweest. Dus dat is bijna een soort promotieonderzoek, zou je kunnen zeggen. En hij komt tot de conclusie dat het een heel sociaal bewogen en inspirerende man is geweest. Dus dat gaan we dadelijk allemaal horen van Jan. Even nog iets over de spreker. Jan heeft hier gestudeerd in Delft. Heeft toen gekozen voor het schrijversvak. Hij heeft romans geschreven. Hij heeft toneelstukken geschreven. U heeft het wellicht kunnen lezen in het convocaat. En de laatste tijd heeft hij zich met name toegelegd op historische romans. Maar hij heeft natuurlijk ook deze biografie geschreven. En ik begreep dat hij ook nog een boek heeft geschreven over de vrouw van Jacques. En dat is denk ik toch wel een heel spannend boek geworden. Ik denk meer voor de lezer misschien dan voor de betrokkenen. Maar in ieder geval, ik weet niet of hij daar nog iets over zegt, maar ik kan u zeker aanraden om daar ook nog even kennis van te nemen. De boeken liggen op tafel. Voordat ik het woord geef aan Jan, nog even het volgende. Het is de bedoeling dat we zo'n, tot 12 uur de lezing hebben. Misschien iets daarvoor. Een pauze van zo'n 20 minuten. En daarna rondt Jan het af. Is de mogelijkheid om vragen te stellen. Korte discussies aan te gaan. En dat wordt gedaan door Frank van den Berg, voorzitter van de afdeling Geschiedenis der Techniek van het Kiwi. Op verzoek van Hotze
Vraag ik nog even voor degenen die nog geen lid zijn van Histechnica of van Geschiedenis der Techniek en hier toch aanwezig zijn, of ze dan zich nog even melden, even de hand opsteken bij wie, ja, om daar eventjes nog het bedrag even te vergoeden. Nou, rest mij nu alleen het woord te geven aan Jan van der Mast. Jan, de vloer is aan jou. Heb jij alle apparatuur aan, of niet? Ja. Nee, je hebt dit. Oh. Hier kan je mee lopen, toch? Ja, ik blijf hier staan en ik loop een beetje... Dankjewel Joost voor deze mooie woorden. En het is fijn om uitgenodigd te zijn door Kiwi en Histechnica. En nou, ik ga vooral vertellen over Van Mark. Ik zeg wel eens dat het een uit de hand gelopen grap is. Hè, dat had ik nooit vermoed 10 jaar geleden toen ik eigenlijk op een soort geheim dagboekje van Van Mark stuitte. En ja, je ziet ook deze foto. Katja Schuurman die heb ik rondgeleid. Die heeft een documentaire gemaakt over Calvé en de pindakaas. Nou, Van Mark heeft natuurlijk helemaal niks met daarmee te maken, want het is na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Maar het was wel leuk om een ochtend met Katja door het park te lopen. Enfin, ik ga even terug in de tijd. Dit is 1990. Ik ben inderdaad ingenieur geworden. Dit is het moment dat ik mijn diploma kreeg met mijn vader. En dat wil ik toch wel memoreren. Mijn vader is geboren op Goeree-Overflakke in een klein dorpje, Den Bommel. Mocht niet verder leren na zijn 12e. Werd boerenknecht. De geest van Van Marken, de verheffing in onze familie heeft toegeslagen. Dat ik ingenieur ben geworden. En mijn vader zei toen, hij was trots, maar op die dag zei hij, ja, ik was altijd wel bang. Ik vond het niet fijn dat je ging studeren, want ik was bang voor verwijdering. Dat jij op ons neer zou kijken, et cetera. Nou, dat is natuurlijk helemaal onzin geweest, maar dat heeft hij me toen wel toevertrouwd. Joost zei het al, ik heb heel veel, eigenlijk als ingenieur, ik heb nog wel één grote opdracht gedaan als stedenbouwkundige, de toekomstvisie van Hoogvliet uitschrijven, de deelgemeente van Rotterdam. En dat was mijn laatste opdracht en daarna ben ik heel veel gaan schrijven, heel veel toneelstukken en romans. En dit is nog een project, dat vond ik leuk om met een vriend op te zetten. Ik vind het heel leuk om veel research te doen. Dat heb ik natuurlijk wel aan de opleiding te danken. En ik ging hier aangespoord door een documentaire van Stanley Kubrick of over dat de maanlanding in 1969 fake zou zijn geweest, dat die in een studio op was genomen, et cetera. En dat was zo fascinerend, die documentaire, dat wij dachten, wij gaan even onderzoeken in het theater of wat ze dan allemaal hebben gedaan. Om het wel echt te laten lijken. Dus dit. Je ziet deze foto. We hadden echt een budget van €1000 om echt een maanlandschap te creëren. Daar ligt tapijt. De maanlander was van karton. En links was mijn grote vriend Allard, natuurkundige. Die is Lens Armstrong. En ik, rechts, mocht de tweede man spelen. Buzz Aldrin. En daar gingen we als een twee onderzoekers, Jan en Piet, gingen we kijken waarom die vlag nou wapperde. Waarom er geen stof lag onder de maanlander. Het zit allemaal proefjes hebben we doen in die voorstelling ingebouwd om te onderzoeken van of het echt of het nou fake was of niet. En de conclusie hebben we natuurlijk bij het publiek gelaten, wijzelijk. Dat is een wonderlijk uitstapje. Nou, Van Marken is, ik zei al, 10 jaar geleden in mijn leven gekomen. Daar is heel wonderlijk weinig over gepubliceerd, maar wel door Wim Wennekes in het fraaie boek De Aartsvaders. Daar staan 16 captains of industry worden beschreven. Mannen die grote bedrijven hebben opgericht, die welvaart brachten in Nederland. En daar 40 pagina's over Jacques van Marken. Noem maar op, natuurlijk ook over Heineken, Philips, et cetera. En dat heeft meneer Wennekes fantastisch gedaan, want 16 biografieën in één zo'n boek. Ik weet zelf, Joost zei het al, dat ik met Van Marken 4 jaar bezig ben geweest voor de biografie. Dus het is een enorme klus geweest. Maar eigenlijk, het accent in Delft
vind ik juist veel interessanter dat we in Delft een echtpaar hebben gehad die dat samen hebben gedaan. En dat is echt een groot verschil met die andere captains of industry. Wij hadden hier een echtpaar, Jacques en Agneta van Marken. Dus ik zal zo over Agneta vertellen. Het wonderlijke is dat echt dat van Marken in zijn tijd groot was, bekend. Ik zeg vaak, hij was een BE'er, een bekende Europeaan. Hij zat echt in een soort voorhoede van progressieve ondernemers, industriëlen. Die kwamen in Parijs bij elkaar. En ik heb kranten onderzocht en dan zie je als Van Marken ziek was, dan kwam dat in de krant. En dan kwam, en als de paus ziek was, hè, die kwam ook in de krant, maar die stond dan net onder Van Marken. En dat zal Van Marken echt deugd gedaan hebben. Hier zien we echt een fascinerende foto. Het echtpaar Jacques en Agneta in de directiekamer in hun woonhuis. Het was in een woonhuis in het Agneta-park. En je ziet, dat mooie bureau heb ik ook weer kunnen vinden. Dat stond in Dordrecht. Prachtig bureau. En de plek van Agneta, hè, aan de andere kant van het bureau. Zij was een soort onbezoldigde secretaresse in die tijd. Maar als hij in Parijs was, dan nam zij zijn taken over. En telegrafeerde dan enthousiast naar Parijs van dat de gist zo stijf als een plank was en dat ze goede gist was gemaakt die dag, et cetera. Fascinerend. Je ziet ook de telefoon op tafel. He, van Marken was de eerste met een telefoon in zijn woonhuis. En dan denk je, ja, leuk, met wie kan je dan bellen? He, maar is het wachten op nummer 2? Nee, maar hij had 10 telefoons besteld bij Kip en Zonen in Delft. Dat was in die tijd al bekende instrumentenmaker. En Van Marken was 1884 8 telefoons voor in zijn fabriek. En 2 in het, 1 in zijn eigen woonhuis. En de ander bij de directeur van Calvé, Tutijn Oltenius. En op die manier kon hij communiceren. En hij was echt een gadgetman, zouden we het nu noemen. Dus de eerste met een telefoon in zijn woonhuis, later ook de 4e met een auto in Nederland, een Benz, et cetera. En ook een rollengrammofoon van Edison, die kocht hij heel snel. En filmpjes ging hij mee pionieren. Even, Agneta, in die mannenwereld. Het was echt natuurlijk een mannenwereld. Vrouwen in de 19e eeuw bleven vrij anoniem. Maar Agneta was zeer belangrijk. Je ziet hier allemaal mannen in bij Villa Rust Roest, het woonhuis in het park. En allemaal ook industriële. Dit is natuurlijk de kunstenaar. Dat onderscheidt zich wel een beetje van de andere mannen. En daar zit Agneta tussen. Zij werd in die tijd ook de fabrieksmoeder genoemd. He, ook bij de eerste stoommachine door Stork geleverd, die werd ook Agneta genoemd. Dit echtpaar heeft Delft wakker gekust. He, 1870, eigenlijk begin industriële revolutie. Nederland was laat. En dit echtpaar begint dan met de Nederlandse gist- en spiritusfabriek. Gaat bakkersgist maken. En je ziet, dit is echt het industriële landschap gecreëerd door 1 echtpaar. He, dus Delft was natuurlijk organisch gegroeid, 7 even lang. Je kan nooit een stukje toewijzen aan die heeft dat ontwikkeld. Maar dit is echt, je ziet vooraan de gistfabriek en daarachter Calvé aansluitend. 2 grote terreinen. Dan de spoorlijn naar Den Haag. En daar aan de linkerkant het Agneta-park. Het fabrieksdorp naast de gist. Ik ga even iets over Jacques van Marken. Hij was de zoon van een dominee in Amsterdam. En de dominee woonde in het Bartolotti-pand. Je ziet dat prachtige pand uit de Gouden Eeuw. Dus de dominee had het goed voor elkaar. Er was ook een roddel van hoe kon die dominee. Hij kocht voor 20.000 gulden het linkerpand. En hoe kon die dominee dat nou doen? Maar er was in een boek met allemaal roddels over de grachtengordel. Mensen stond van, ja, die dominee gaat zo goed om met de oudere dames in zijn kerkgemeenschap.
Dus hij kreeg af en toe een legaat of een erfenis. En op die manier kon hij dat pand kopen. En heeft hij later ook bij de gistfabriek zijn zoon 30.000 gulden geleend. Afijn. Maar dit is dus de omgeving waar de jonge Jacques van Marken opgroeit. Dus een zeer bevoorrecht jongetje. En, nou, hij wilde eerst nog even dominee worden, net als zijn oudere broer Willem. Maar hij toch op zijn 15e, 16e, dan is hij echt, dan stort hij zich op natuurkunde. En dan demonstreert hij proefjes in het ouderlijk huis. Dan zijn er op zondag allemaal dominees uit Amsterdam, die zitten daar netjes op een stoel. En dan de jongen van Marken gaat dan aan de slag met proefjes. En hij wil ingenieur worden, gaat naar Delft, dan hebben we het over 1862, wordt natuurlijk lid van het koor, op dat moment het enige studentenvereniging. Maar eigenlijk het wonderlijke is, hij wilde dichter worden in die jaren. Heinrich Heine was zijn grote voorbeeld. Ik noem het wel eens als contrast, Van Marken wilde dichter worden, werd ingenieur, industrieel. Ik werd ingenieur, maar ik ben uiteindelijk het schrijverspad opgegaan. Dat verbindt mij een beetje met hem. Maar het echte dichtersvuur ontbrandt pas als hij Agneta ontmoet. Dus die eerste 3 jaar in Delft, heel ambitieus stort hij zich in het koorleven. Een soort bohemien leven leidt hij ook. Hij richt de debating club op. Dit is de oudste in Nederland. Hij wordt secretaris bij het koor, maar hij schrijft veel gedichten. Hij dagdroomt veel van meisjes. Oh, amor, amor, zend mij toch gezwind een vrouwtje. Dus een soort bronstroep van een jongen van 17. Maar dan gebeurt het. Hij ontmoet Agneta in Amsterdam op een feest, een soirée muzikaal. En hij weet meteen, dit is de vrouw van mijn leven. Daar ga ik ook mijn best voor doen. Dus hij gaat mooie gedichten voor haar schrijven. De eerste was naar aanleiding van het feestje. Ik zat in een hoekje verscholen. En naast mij gezeten was zij. En ik gunde aan de rest hun gesprekken met Liszt en Schumann erbij. Zij praatte zo degelijk, zo prettig. Ik ving ieder woord uit haar mond, terwijl ik in de blik van haar ogen een hemel van zaligheid vond. Ik had haar zoveel nog te zeggen, toen zij mij ten laatste verliet. Ik had haar zoveel nog te zeggen, maar ik durfde het. Enfin, ik deed het niet. En dan gaat hij weer terug naar zijn studentenkamertje op de Voorstraat. En Agneta woonde op de Leliegracht in Amsterdam. En dan fantaseert hij weer een hele week over een leven met dit meisje van 17 die hij net heeft ontmoet. Zij had een kostschool gedaan in Utrecht. Talen, musiceren, ook allerlei etiketten. Hoe je heel elegant een koets in en uitstapt om aan een goede partij te komen later. En dan na week 1 schrijft hij weer een gedicht aan Agneta. Lieflijk beeld van mijn dromen. Goede genius in de strijd. U, Agneta, zijn mijn werken. Heel mijn zijn aan u gewijd. Ik denk aan u in het woelig leven. In de stilte van de nacht, van de morgen tot de avond. Hebt gij ooit aan mij gedacht? Dus deze hele zelfverzekerde koorstudent, mooi in het pak, stelt zich hier echt heel kwetsbaar op. Is het wederzijds? En zij laat hem natuurlijk even heel verstandig bungelen. Je moet niet te snel happen bij zo'n vurige romanticus. En hij komt weer met een nieuw gedicht. Te wandelen langs Amstels grachten, met zeker iemand aan mijn zij. En de overtuiging in de ziel, haar hart behoort alleen aan mij. Oh, als ik daaraan denk, met haar te praten en te kozen, in alles één van ziel en zin, met haar te dromen van een leven van zaligheid en liefde en min. Oh, als ik daaraan denk, ja, waar het mogelijk te dwepen met haar, aan de oevers van de Rijn en daar liederen voor haar te dichten van hemel wilde en zalig zijn, dan eil ik me van mijn enge kamer in de open lucht naar het vrije veld en denk dan aan geen strijd die afmat en denk dan aan geen zorg die kwelt. Dus applaus voor de dichter. Hij had het snel, echt flink te pakken. Afijn, het gaat dan aan. Ze gaan in hun 4e studiejaar verloven. Groot feest in Amsterdam. Familie Mathes van Agneta, familie van Marken bij elkaar. En dan zie je dat zijn taal verandert. Hij gaat toch wat serieuzer die studie aanpakken. En dan komt hij ook, hij schrijft veel met haar. Opeens komt hij mee. Ik wil me nuttig maken voor de maatschappij.
nuttig zijn in eigen kleine kring is waarlijk een bekrompen houding. En zij antwoordt dan keurig, ik ga daarin met u mee. En je ziet dat ze de lat al heel snel hoog leggen. Ze willen echt een aandeel leveren aan het arbeidersvraagstuk, de sociale kwestie. Dus arbeiders, niemand bekommerde zich om het lot van de arbeiders. Er waren ook nog geen vakbonden. In de regering was het ook geen item. Daar zaten confessionelen en liberalen. Dat was nog wachten op de eerste socialist, Domina Nieuwenhuis. Maar zij, het echtpaar Jacques en Agneta, zullen in hun bestaan als ondernemer 107 voorzieningen bedenken om het lot van de arbeider te verbeteren. Dus zij waren de eerste met een ondernemingsraad. 1878 waren de eerste met pensioenen. Van Marken zei, ja, die overtuigde op de aandeelhoudersvergadering. Hij zei, ja, ik wil geen oude paarden zonder hooi op stal zetten. En mijn mensen moeten op hun 60ste met pensioen kunnen. En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Dat zijn neef, de bankier Mees, heeft zijn toestemming gegeven. Die was voorzitter van de Raad van Commissarissen. En die zei na afloop, neef, je hebt me wel verrast. Dit voorstel had je toch wel van tevoren met me kunnen bespreken. Hij zei, ja, maar dan had u het nooit aangenomen. Dus hij was ook een slimme strateeg die dat voor elkaar kreeg. Hier zien we een mooie foto. Jacques met de Agneta en haar zus. Agneta is links. En zus Elisabeth, 2 jaar jonger. En zij, de jongste zus, zou ook trouwen met een hele bevlogen politicus, Arnold Kerdijk. Die in de Tweede Kamer zou komen en heel veel zou doen aan de onderwijswet, et cetera. Nou, Van Marken met die studie, hij heeft echt, het is ongelooflijk, ik weet meer van zijn studie bijna dan van mijn eigen studiejaren. Hij heeft daar zoveel over geschreven, mooie brieven aan zijn vader. Zijn ouders konden hem ook moeilijk loslaten toen hij van Amsterdam naar Delft ging. Hij heeft ook beschreven dat hij een half jaar voor zijn examen nog een crisis had. En toen ging hij op bezoek bij de rector magnificus, Stuart Cohen. En toen heeft hij ook voorgelegd, ik heb over een half jaar het examen, maar is het niet beter dat ik nu al gewoon stop en industrieel word? En toen zei de rector, ja, dat lijkt me een goed idee. Maar ja, dat was eigenlijk niet wat hij wilde horen. Dus toen heeft hij toch zijn studie afgemaakt. En hij deed toen een nieuwe studie, technologie. Dus je bestudeerde industrieprocessen. Dan kon je fabrikant industrieel worden. En in zijn examenjaar deden 3 jongens examen. En Jacques was de enige die het haalde. Dus hij mocht zich in 1867 echt terecht noemen de eerste technoloog van Nederland. En dus, ik heb bij de TU ben ik in het archief gedoken en ik heb zijn cijferlijst ook even opgehaald. Dus, ja, ik zal even de cijfers noemen en de vakken. Dus hij slaagde theoretische en toegepaste mechanica een 4. Kennis van werktuigen 7,5. Burgerlijke bouwkunde constructie 4,5. Ornament en handtekenen 7. Mechanische technologie 8. Bolvormige driehoeksmetingen 8. Analytische meetkunde 6. Beschrijvende meetkunde 6. Toegepaste natuurkunde 5,5. Toegepaste en analytische scheikunde een 6. Scheikundige technologie 5,5. Niet echt een hele vette lijst, maar hij heeft het gehaald. Dus hij is dan ingenieur. Hij wil zich nuttig maken en dan heeft hij, ik zei het al, geluk dat de familie Mees in Rotterdam, later Mees en Hopen, de bankiers. Een van de Meesen is ook directeur van Nederlandse Bank op dat moment, Willem Mees. En die zegt tegen de jongen Van Marken, jij wil je nuttig maken, dan heb ik een tip. Ga bakkersgist maken. Want dat komt nu uit Schiedam. En dat is een afvalproduct van de jeneverstokerijen, matig van kwaliteit. En daardoor is het brood in Nederland slecht. En in Wenen hebben ze een procedé bedacht om hele goede, duurzame bakkersgist te maken. Nou, en dan gaat de voortvarende, net afgestudeerde Jacques 2 studiereizen maken naar Wenen. Mag meedraaien in een grote fabriek van meneer Fleischman. Je ziet rechts, hij is gekleed als een arbeider, werkmanskiel. Hij geeft daar de Oostenrijkers af en toe een douceurtje. Een fooitje om nog meer de details van het gistproces te weten te komen. En dan na 3 maanden schrijft hij aan Agneta, ik ben rijp om mijn zaak te beginnen. En zij antwoordt weer keurig, ik ga daarin met u mee. En dan, ja, dat is het moment.
Hij gaat zoeken naar een plek. Rotterdam, Delfshaven. En gelukkig voor Delftenaren koos hij voor Delft. Hij kreeg een tip van meneer Braat, die al de staalfabriek had, zinkfabriek. En die zei van ja, net ten noordwesten van de binnenstad, daar ligt een weiland tussen het water en de spoorlijn. Ideaal voor jouw fabriek. En nou, dus hij koopt dat weiland. Hij begint ook als een van de eerste met een naamloze vennootschap. Dus heeft geld van buiten nodig. 150.000 gulden. 150 aandelen van 1000 gulden. Hij moest daarmee leuren. Niemand had nog vertrouwen in de industrie. Dus zijn vader leent hem 30.000. En ik denk dat hij heeft dus niet de meerderheid van aandelen kunnen verwerven. Want anders had hij waarschijnlijk de fabriek naar zichzelf genoemd. En dan waren we hem minder snel vergeten waarschijnlijk. Zoals Heineken en Stork. De brandnaam is bewaard. En ja, hij begon met de Nederlandse gist- en spiritusfabriek. Ook niet een hele een lastige naam, voor, ook in het buitenland. Ze trouwen in hetzelfde jaar als ze de fabriek beginnen, 1869. En je ziet hier eigenlijk een foto met een traditioneel echtpaar. Maar in werkelijkheid was dat dus niet zo traditioneel. Hier zie je Agnete borduren en de man met de krant. Maar ze runden samen die fabriek. Ze hebben ook echt als eerste, na een half jaar lukte het om goede bakkersgist te maken, hebben ze samen de gist uit de kuipen geschraapt en ging Van Marken trots en enthousiast op met zijn koetsje, met de gist naar de brood- en meelfabriek in Den Haag, waar echt werd bevestigd, ja, dit is goede bakkersgist en dat is het begin van de fabriek geweest. En de arbeiders die met hem meewerkten, die kregen een extra dagloon en het boekje Help Uzelf. En nou, dan gaat de gistfabriek lopen. Het duurt 5 jaar dat hij echt winst gaat maken. Hij gaat ook kunstenaars inhuren om de producten te verbeelden. Dus visualiseren was echt een grote kracht van Van Marken. Dat heb ik wel van hem geleerd of overgenomen. Dus laten zien wat er allemaal gebeurd is. Hij heeft daar een mooie. Abraham Gips was een kunstenaar. Die heeft dit plaatje gemaakt van rechts van de gistinpakkers. Het ziet er allemaal heel netjes uit. Maar daar hebben ze witte overalls aan. Maar er waren natuurlijk hele andere afdelingen bij de fabriek waar het minder netjes was. Oh ja, dit is ook even een uitstapje naar Agneta. Na 3 jaar gistfabriek zegt Van Mark, in dat proces kwam spiritus vrij in het maken van gist. Hij zegt, we kunnen als proefje kunnen we misschien reukwaters gaan maken en parfums. Dat gaan ze doen in hun woonhuis nog aan de Veuningstraat was dat. En Agneta is degene die dat fabriekje leidde. Dus officieel stond het op zijn naam, want vrouwen waren handelingsonbekwaam. Maar dat hebben we gelukkig al in 1957 gecorrigeerd. We komen echt van ver. Dit is 1873. Agneta begint die fabriek. Blijkt een goede zakenvrouw te zijn. Het moet lekker ruiken. Het moet er ook mooi uitzien. Dus zij geeft de porseleinen fles de opdracht om mooie Delfsblauwe flacons te maken. Je ziet daar het plaatje. En ze gaf het een goede Franse naam. Maisonneuve, parfumerie Maisonneuve. En ze adverteerde met het bouquet de Delft. En de product liet ze zien op wereldtentoonstellingen in Parijs, Australië, noem maar op. En daar won ze dan gouden medailles voor haar product. Dus in 1880 wint ze in Sydney de gouden medaille. En dan wordt ze geëerd in de Eerste Kamer. En het tijdschrift De Huisvrouw schrijft dan enthousiast van, zie je wel waar wij vrouwen toe in staat zijn. Dus zij is al een voorbeeld voor de vrouwenbeweging. En het leuke is eigenlijk, tandarts Poppink, die in de jaren 60 vorige eeuw het oude huis van Van Marken kocht, wist niet dat Van Marken daar gewoond had, maar die ontdekte deze schuur in de tuin. En dit was eigenlijk het parfumfabriekje uit 1873. Gemaakt door de fabrieksarchitect van de gist. Er lagen ook nog flesjes, er hingen nog recepten aan de muur, et cetera. Het echtpaar, ze willen zich nuttig maken. Zij gaan. In die tijd, arbeiders werkten 66 uur per week. Dus 6 dagen van 11 uur. En gist is continu. Dus ook, je moest soms 's nachts werken, nachtploeg of op zondag.
En het echtpaar gaat op zondag op bezoek bij de arbeiders. Dat was Delft, alleen maar de binnenstad met 20.000 inwoners. Woonden allemaal hutje-mutje bij elkaar. Hele slechte omstandigheden. Het echtpaar schrok dus ook van de woonomstandigheden van hun personeel. En ze ontwikkelden hun lievelingsdenkbeeld om betere huisvesting te creëren. In een groene omgeving en dan... Op die manier, onder die voorwaarden, zouden de mensen tot betere burgers van de maatschappij zich kunnen ontwikkelen. Dat was het idee. Dus het was een particulier initiatief om dat Agnetapark te creëren. Dus de gemeente Delft had daar niks mee te maken. Je ziet, Agneta die was ook, ze wist, dit is een belangrijk moment van Mark. Ze kocht een weiland aan de andere kant van de spoorlijn, 4 hectare. En Agneta had een moment bedacht om het te markeren. Op haar koperen bruiloft, de familie Mathes, familie Mark van Marken komen bij elkaar. En die gaan de eerste bomen planten in dat weiland, 1882. Koperen bruiloft, ik zei het al. Ze hadden geen kinderen. Agneta heeft een miskraam gekregen in haar eerste jaar. En toen werd duidelijk dat ze nooit kinderen zou kunnen krijgen. Dus het was voor haar heel zwaar. Daar moest ze zich mee verzoenen. Haar zus zou uiteindelijk 4 kinderen krijgen. Ze werd wel, Agneta, de fabrieksmoeder genoemd. Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan zelf kinderen hebben. En ik ga zo een soort smeuïge zijlijntje van Marken. Binnen 2 jaar na zijn huwelijk had hij een kindje gemaakt bij Maria Eringaard. Een meisje in Scheveningen. Een meisje uit het arbeidersmilieu. Maar daar kom ik zo op. Dus op deze koperen bruiloft weet Agneta nog van niks. Want Jacques is vergeten te vermelden aan haar dat hij een gezin heeft met kinderen ergens anders. Afijn, de schobbejak. En hier het park van Marken, die huurt de beste landschapsarchitect in, Zogger. Die tekent dit plan, dus Engelse landschapsstijl. Een compleet dorp met een winkel, een ontspanningslokaal, een drukkerij, een muziektent, et cetera. Een kegelbaan in de open lucht. En dit was het straatje, de navelstreng naar de fabriek. Dus de arbeiders die daar kwamen te wonen, die hadden nog geen fiets, dus die konden wel lopen naar hun fabriek, naar de fabriek. Allemaal heel praktisch. En in het midden van Mark, het woonhuis voor het directie-echtpaar, zonder kinderen. Dat was, even kijken. En zo zag het er toen uit. Dus ik zei al, we hadden eigenlijk alleen maar de binnenstad. En dan zie je eigenlijk dat dit eigenlijk de eerste buitenwijk is van Delft. Dat is een hele groene arbeidersparadijs. En dat moest ook een modeldorp worden. Van Marken werd in zijn tijd modelfabrikant genoemd. Een voorbeeld voor andere industriëlen. Hij wilde graag dat andere ondernemers ook dit soort woningen gingen bouwen. Dus dit werd een modeldorp. Hier zien we een sfeerplaatje uit het park uit die tijd. Het waren losstaande huisjes, geïnspireerd op een dorp in Mulhouse van de katoenfabrikant Dolfus. Dus Van Mark heeft eerlijk gezegd dat hij het idee ergens anders had gezien. Daar was hij ook heel openhartig in. Ook het idee van een ondernemingsraad, dat kende hij uit Parijs. Hij liet zich vaak inspireren door internationale voorbeelden. En dit was dan een modelgezin in dat park. En deze foto ging dan naar allerlei kranten in het buitenland. Dit is het gezin van molenaar Jan de Vos. We zien hem daar zitten. Zijn zoon met de blauwe werkkiel. En dan mevrouw de Vos in de deuropening. 3 generaties in zo'n losstaande woning in het park. Het echtpaar van Marken die wilde een heel hechte gistgemeenschap. Zij geloofde echt, ze voelden zich een vader en moeder voor hun personeel. En ze hadden echt een soort programma gingen ze ontwikkelen, ook op het gebied van ontspanning, op onderwijs, noem maar op. Ze stimuleerden de oprichting van verenigingen. En je ziet, dit werd de bewaarschool. Kleuterschool gebruiken we. En die kreeg dan ook de geweldige naam De Hoop der Toekomst. En die kwam in het park terecht.
Ze richten gymnastiekvereniging Sparta op voor de mannen, Olympia voor de vrouwen. En bij Sparta, de mannen van kantoor, die waren verplicht lid van Sparta. Om een beetje in conditie te blijven. En het is wel grappig, deze verenigingen bestaan ook nog steeds in Delft. Hè? Dus wat het echtpaar 140 jaar geleden heeft gezaaid. Sparta is er nog, de Harmoniekapel is er nog. En dat geldt voor hele andere verenigingen. Dit is een plaatje van, ze hebben toen in het park ook een buurthuis geopend, het gemeenschapsgebouw. En je ziet daar Van Mark achter een lessenaar, heeft daar een toespraak gehouden van een uur of drie. Waarin hij vertelde wat hij allemaal heeft gedaan en dan ben je ook wel een beetje borstklopperij. En Agneta zit daar achter de vleugel, dus die schonk zij ook aan dat buurthuis. En Van Marken zette daar ook zijn bibliotheek neer. Dan kon iedereen dat gebruiken en zich ontwikkelen, et cetera. Gymnastiekvereniging Sparta kwam erin. Zij wilde dus, ze woonde eerst op stand zoals directeuren, zoals dat hoort, op de Veuningstraat aan de rand van de stad, mooi herenhuis. Maar ze wilde tussen hun arbeiders wonen. En Van Mark heeft dat op deze manier verwoord. Hij geloofde dat nauwer verkeer tussen mensen met meer en minder kansen in het leven, als die dicht bij elkaar wonen, dat je meer van elkaar ziet, dat ook het respect en de waardering vergroot. En dat was een dappere keuze. De arbeiders die kregen te horen van ja, er komt een nieuw park met mooie woningen. Dat vonden ze erg leuk, maar ze schrokken wel een beetje van en ik kom er ook wonen, zei de baas. Dus, en dat hoorde Van Marken dan weer op de werkvloer en dan ging die dat later weer verklaren. Jongens, geen paniek, ik kom hier wonen als vriend. In het park zijn geen hiërarchische verhoudingen. Maar ja, in de praktijk is het af en toe anders geweest. Dit is de villa die werd gebouwd door de hoogleraar architectuur. En hij heette Google. Zoek het maar op. En die bouwde deze villa. En als het echtpaar verhuist, dan worden ze welkom geheten door de buren. En dan zingen de kinderen dit lied. Gegroet, gegroet, gij heer zo braaf, zo goed in gist en spiritusfabriek. Heer Stans, een ware vreugdpaniek. En gij, mevrouw, ga vast op onze trouw, zij het zeker dat hier ieder kind u als zijn eigen moeder bindt. Leef lang in vreugd, gij echtpaar vol van deugd. Leef lang nog vergenoegd en blij tot nut der ganse maatschappij. En aan het eind van het lied dan wordt hem een lauwe krans omgehangen. En midden in de kinderpret aan u mevrouw deze bloemboeket. Hiep, hiep, hoera, dat u wel steeds gaat. Dus Agneta kreeg een bloemboeket. En dat is het begin van het echtpaar wonend tussen ongeveer 400, 450 mensen. Dus waren 78 woningen. Dus de mannen waren de kostwinnaar en werkte in de fabriek. En dan de vrouwen en dan alle kinderen. Bij elkaar was de gistgemeenschap ongeveer 450 mensen. En Domela Nieuwenhuis, de eerste socialist die Van Marken en hij werden een beetje vijanden op een gegeven moment. Die zei, ja, die Van Marken is een wolf in schaapskleren. Hij geeft arbeiders net iets meer, daardoor komen ze niet in opstand. Die zei, ja, precies, hè, hij woont in dat park, maar dat is wel een villaatje. En dat was een contrast, want Domela Nieuwenhuis wilde eigenlijk revolutie, arbeiders aan de macht, klassenstrijd en Van Marken die geloofde in de harmonie. Dus met elkaar aan tafel, een soort poldermodel. En dat noemde hij ook arbeid en kapitaal verzoenen. Hele slimme strategie, kom ik zo nog op. Dit was de gevelsteen van de villa. Dus de arbeiders die om 6 uur 's ochtends begonnen, die zagen altijd deze gevelsteen als ze langs het woonhuis liepen. Allemaal slimmigheden om de band met het personeel te vergroten. Ik zorg goed voor jullie. En dan natuurlijk dan krijg ik ook loyaliteit terug. Hij ging ook zijn verjaardag vieren als een feestdag. Een dubbele feestdag. Jacques was jarig op 30 juli en hij vierde het als de gemeenschapsdag. En ik heb programma's gezien, het was een soort koningsdag.
He, dus het is ook behoorlijk geanceneerd. Je ziet deze foto ergens in de massa voor de deur staat van Marken. En hij wordt hier toegezongen door het zangkoor Vooruit. En de harmoniekapel staat hier 's ochtends om 7:00 een obade te brengen aan de directeur. He, dus allemaal waarschijnlijk geanceneerd door personeelschef Knuttel. Ook een ingenieur. Nou, dit was de filosofie van Van Marken. Hij heeft daar heel veel over geschreven. Hij had ook een eigen krant, heel slim, een fabrieksbode, als eerste in de wereld. En deze heeft 120 jaar bestaan. Dus DSM heeft op een gegeven moment nog de stekker eruit gehaald toen ze de gist hebben overgenomen. Maar die krant geeft een ongelooflijk gedetailleerd overzicht van hoe de gistfabriek zich heeft ontwikkeld in allerlei fases. Van Marken schreef dus veel in die krant. Hij wilde dichter worden, maar uiteindelijk heeft hij zich als journalist eigenlijk waargemaakt. Maar tegen al die woorden, daar kan één die kunnen niet op tegen één helder plaatje. En Van Marken was zo blij met deze spotprent in de Groene Amsterdammer. Je ziet hier precies wat hij wilde. Dus een boze kapitalist, mooi in het pak. En een boze arbeider met een knuppel. En die gaan elkaar te lijf. En daar komt onze held, onze vredesengel, Jacques Van Marken. En die springt daartussen. En die gaat dit tweetal sussen. En die zegt: vrienden, ga met mij mee naar het Agnetapark. Dan zal ik u laten zien hoe wij zulke strijders met elkander verzoenen. En deze tekenaar, Fabricius, Brakensiek, tekenaar van Dick Trom. Van Marken ging deze tekenaar ook inhuren om zijn producten te promoten een paar weken later. Dus hij had al heel slim zijn gist, had hij de koningsgist genoemd. Dus geen gewone gist uit Delft, nee, koningsgist werd hier gemaakt. En Brakensiek mocht dat dus promoten. Ja, even het smeuïge zijlijntje. Dit is de minnares van Marken geweest. Dus hij begon eigenlijk een soort dubbelleven. Maria kreeg op haar 17e een dochter van hem in Scheveningen. Hij haalt haar weg uit haar ouderlijke omgeving in Den Haag en huurt van haar woningen in Rotterdam, Kralingen, Hoflaan. En later, als Van Marken wat minder mobiel is, een woning naast het station in Rotterdam. Stationsweg 65. Allemaal heel praktisch en scherp georganiseerd. Dus hij kon ook echt binnen een half uur bij zijn gezin zijn. Had ook een eigen halte bij de trein. Dus daar had hij goed over nagedacht. Dit zijn wat plaatjes. Maria heeft eigenlijk 5 kinderen van hem gekregen. 2 gingen er vrij jong dood aan TBC. En dit was zijn derde kind, Ada. 1881 geboren. Van Marken, dat is waar ooit mijn avontuur begon. Van Marken ging een dagboekje bijhouden. Als hij bij zijn gezin was, dan schreef hij op iets over de ontwikkeling van Ada. Dat wilde hij ook vastleggen. Dus hij schrijft op wanneer hij de eerste liedjes die ze kent, of de eerste stapjes, de eerste kiezen, noem maar op. Ook dat hij haar naar school heeft gebracht in Rotterdam. Dat was wel, kennelijk kon dat in die tijd. Kon je als bekende industrieel met je buitenechtelijke dochter naar school. Zonder dat iemand het gewaar werd. Maar Ada, daar hield hij het dagboekje van bij. En dat is in 1990 door een kleindochter aan het archief gegeven in Delft. Maar wel met de voorwaarde: hou het nog maar 50 jaar geheim. Laat het maar pas in 2040 mag het geopenbaard worden. En uiteindelijk mocht ik het inzien en daardoor kon ik meer te weten komen over dat dubbelleven van Van Marken. Dus hier zien we Ada links en die straat waar het gezin woonde. Het is allemaal ook als stedenbouwer kon ik me hier een beetje uitleven nog. De oude kaarten opzoeken van Rotterdam. Dat natuurlijk het stuk voordat onze oosterburen dat hebben weggevaagd. Maar ik kon het helemaal na. Blijdorp lag ernaast. De eerste diergaarde, et cetera. Dit is ook allemaal uit het dagboekje. Als hij op bezoek was 's avonds, bij zijn gezin, dan kreeg Ada ook af en toe sommetjes moesten maken. Van: een arbeider verdient 2 gulden per dag. Hoeveel verdient een arbeider per week?
En dan was Ada af en toe wel zo slaperig dat ze dat, niet het goede antwoord had. En nou ja, fijn, dat zijn allemaal mooie details. Dat dubbelleven is heel lang goed gegaan. Tot 1886, hè, dan is het al 15 jaar aan de gang. Van Marken krijgt dan zenuwpijnen, doet dan pijnbestrijding met morfine, raakt ernstig verslaafd. Hij zal tot zijn dood, van zijn 40ste tot zijn 60ste, aan de morfine verslaafd blijven. Ondanks grote pogingen in Duitsland om af te kicken. En dan gaat het mis met dat dubbelleven. Hij ligt zeg maar te zieltogen in die villa boven, randje van de dood. En Maria in Rotterdam kan hem niet bereiken, stuurt in haar wanhoop een brief naar het woonhuis in het park. Waar blijft mijn toelage en hoe gaat het met je? Ik hoor niks van je. Nou, Agneta is degene die die brief onderschept en dan heel snel eigenlijk wel doorkrijgt wat er speelt. Ja, en dan kan je als vrouw natuurlijk van alles bedenken. Alle scenario's zijn mogelijk. Dat is een heel mooi sleutelmoment in deze geschiedenis. Maar Agneta koos ervoor om de regie in handen te nemen en Maria op te zoeken. En dus, dat fascineerde mij wel. Dus de echtgenote, bedrogen echtgenote, gaat op bezoek bij de minnares. En de dames maken afspraken om, mocht hij weer opknappen, de situatie te continueren. Maar dat niet aan hem te vertellen, dat Agneta het inmiddels wist. En ook de kinderen mochten niks weten. Dus een ingewikkelde constructie, maar hij werd eigenlijk buitengesloten. Dus hij knapt inderdaad weer op, denkt nog steeds stiekem met allerlei smoesjes naar zijn gezin te moeten gaan. Maar Agneta had haar zegen gegeven. En die nieuwe situatie gaat 3 jaar lang goed. Even een slokje. En dan drama in Rotterdam. Dan overlijdt Maria. Dit is nog de zomer van 1886. Hè, dus dat is de zomer dat Agneta de brief heeft onderschept, et cetera. Agneta gaat dan ook met haar man mee kuren in Duitsland. Maar ze speelt daar ook toneel. Hè, zodat zij niks weet van die minnares, et cetera. Allemaal heel wonderlijk. Je ziet ze daar rechts heel lief in dat kuuroord zitten, Wildungen. En zij zegt niks. Ik zei al, Maria overlijdt aan TBC. En dat is het moment dat Agneta zegt, ik weet alles, hè, nu top jij, want jij bent voogd van die kinderen. Er leefden er toen nog 3 van de 5. En Agneta zei, ik wil in ieder geval dat ze bij ons in huis komen. Dus ik wil als een echte moeder voor ze zorgen. En dat gebeurde ook. Dus dat betekent hoe groot haar hart was. Ze was dolblij dat ze op haar 38ste eigenlijk toch nog een gezin had gekregen. Wat ze altijd had willen hebben. En vooral kon ze het heel goed vinden met de jongste natuurlijk, Ada. Die had de minste moeite met de overgang. Die was 7 jaar. Maar dan begint er een nieuw leven voor de kinderen in Delft. Dus die komen daar als een soort prinsen en prinsesjes in dat park te wonen. Ook weer een toneelstuk. Er wordt gezegd, we hebben pleegkinderen in huis genomen. Tegen alle mensen, ja nee, we hebben pleegkinderen in huis genomen. Ja, pleegkinderen. Maar de zoon leek ontzettend op zijn vader. Dus iedereen wist, Jaap, oh dat is echt, dat is een kind, dat is een zoon van die van Marken. Dat kan niet anders. Dus het was een publiek geheim dat iedereen wist dat het zijn kinderen waren. Hier zien we Agneta, die wil graag mooie foto's maken van het nieuwe gezin. Als ze in mei in huis komen. En ook 2 maanden later gaan ze met elkaar naar Parijs, het nieuwe gezin. Dat is de grote wereldtentoonstelling, het vertoon van alle nieuwe technieken. De Eiffeltoren is daar net opgeleverd. En Van Marken heeft daar ook een afspraak met de Franse president over winstdeling die hij bij de gist heeft ingevoerd. Van Marken houdt daar ook een lezing. Er staat een hele grote maquette van het Agneta-park als voorbeeld hoe je voor arbeiders kunt bouwen. En die kinderen die komen dus ook in een totaal andere wereld terecht. Dan het wonen bij die alleenstaande moeder, waar hij af en toe aanwaaide om het vlees te snijden, et cetera. Nou, even weer naar het ondernemerschap van Van Marken. Dus het bijzondere is dat deze man eigenlijk heel compleet was. Dus alle facetten, dus zeg maar op sociaal gebied, commercieel en technisch gebied beheerste hij. En hij kon ook nog het goed verwoorden. Dus ook alfa, beta. Dus, en hij was ook, kon zo sociaal zijn omdat hij ongelooflijk commercieel was. En allerlei slimme marketingacties bedachten.
Zoals hij wilde de Engelse gistmarkt veroveren. En hoe doe je dat? Nou, hij nodigde 300 Engelse bakkers uit. Die kregen een snoepreisje aangeboden. Hij investeerde echt 10.000 gulden in deze dag. De bakkers kregen zelfs een rijtour door Den Haag met 50 koetsen achter elkaar. Dat was nog nooit vertoond, dus dat werd alle kranten schreven daarover. Tot in Nederlands-Indië van, goh, Den Haag was in rep en roer. 50 koetsen en allemaal bakkers. En wie heeft dat bedacht? Ja, die dekselse van Marken uit Delft. En 10.000 gulden geïnvesteerd en een paar weken later konden ze bij Harwich de Delftse koningsgist niet aanslepen. Dus op zo'n manier veroverde hij de Engelse gistmarkt. En hij gaf die bakkers ook echt ook tot in de puntjes doordacht. Zij kregen thuisgestuurd een prachtig fotoalbum met deze foto's. En dat fotoalbum noemde Van Marken A Pilgrimage into Yeastland. Een pelgrimage naar Gistland. 1893, dus het woord marketing bestaat waarschijnlijk nog niet. Dat weet ik. Maar hier zie je rechtsonder gaan ze bij Scheveningen, komen ze daar voorbij. Oh ja, visualiseren. 1895 bestaat de gistfabriek 25 jaar. Dat kan je natuurlijk gewoon leuk met je personeel vieren. Maar Van Marken was overtuigd. Mijn fabriek is wel heel bijzonder. En ik wil dat laten zien aan de wereld. Hij noemde het ook vaak zijn kunstwerk, zijn fabriek. Dus hij bedacht, ik maak een ommegang door Delft. Dus iedereen van de gistfabriek doet mee. Ook de vrouwen, de kindertjes van de hoop der toekomst. En er was dus echt een stoet die verzamelde in het Agnetapark. En die gingen zo door heel Delft. Om te laten zien wat die gistfabriek betekende. Ook allemaal zeer georchestreerd. Dus dit is één foto van één tableau. Dus er zijn echt 10 tableaus achter elkaar. En dan eindigde de ommegang bij het stadhuis van Delft. En ook weer alle kranten schreven daarover. En dan 's avonds was het ook nog groot feest in de Mouterij. Een maaltijd voor 1000 mensen. En dan serveerden de dochters van de gistarbeiders. En er was ook een tafel voor de journalisten. Een speciale perstafel. En die werden ook flink bijgeschonken. En zo kwamen er ook lyrische verhalen in de NRC over dit feest van modelfabrikant Van Marken. Tot grote ergernis van Domela Nieuwenhuis. Marketing. Dit is eigenlijk de reclamekaravaan die hij heeft bedacht. Hij, 1897. Inmiddels heeft hij dan 3 fabrieken. Dus hij heeft dan ook de Nederlandse oliefabriek, NOF. Maar die heel snel gingen ze fuseren met de gebroeders Calvé in Bordeaux. Dus dat werd Calvé. Maar Van Marken was president-directeur, daar maakte ze Delftse slaolie. De derde fabriek was de lijm- en gelatinefabriek in de zuidkant van Delft. En die producten die moesten ook aan de man gebracht worden. Dus er ging 2 jaar lang, deze karren gingen door heel Nederland van dorp tot dorp. En links zie je eigenlijk echt een noviteit, een projectiewagen. Dat was daar. Toen had je de toverlantaarn. Even kijken of ik het plaatje. Ja, zo werkte het in het dorp. De wagen werd uitgeladen, de toverlantaarn werd eruit gehaald, bovenop neergezet. Er werd een doek gespannen, je ziet het, tussen dat raamwerk. En daar, zo werd er geprojecteerd. Konden de mensen, de dorpsbewoners zien, de Delftse slaolie, noem maar op. En dan stond er ook nog boven een soort. Stand-up comedian uit die tijd, Okkie Okhuizen uit Rotterdam, die vlotte praatjes had bij die producten. En op die manier werden de producten van die 3 fabrieken genoemd. En ook bijzonder, ik heb deze wagen ontdekt, die staat ergens in Raamsdonk-Veer. Dus 2 jaar geleden mocht ik een grote expositie organiseren, ik wilde hem laten zien, maar hij paste toen niet door de voordeur. Maar hij staat te glimmen en je ziet de skyline van Delft. Dat is natuurlijk bekend met de kerken, de watertoren. Maar je ziet ook de fabrieksschoorstenen. Het nieuwe Delft, het industriële Delft. Technisch. Ik zei al, Van Marken was ook, hij fotografeerde zelf veel. Hij gaat in Parijs, ziet hij het eerste speelfilmpje. Wereldpremière was deze film van de gebroeders Lumière. Een trein stopte bij een station.
Mensen schrokken toen ook van de illusie, want die trein leek op je af te komen. Dus mensen in de zaal doken weg onder een stoel of vluchten de zaal uit. En Van Marken heeft het in Parijs gezien en hij dacht, dit is het nieuwe medium van de toekomst. Dus hij koopt een projector, hij koopt dat filmpje en hij laat het even later in zijn buurthuis in het park zien aan 350 arbeiders. Hoor, omdat hij mensen wilde laten meedelen in de stand van de techniek. En hij gaat ook zelf aan de slag met een goede fotograaf. Er waren natuurlijk nog geen filmmakers. Hij koopt een fotograaf in Den Haag uit. En die, daar maakt hij twee filmpjes mee. Helaas zijn die niet bewaard gebleven. Maar dit is wel een setfoto. Dus je ziet hier het brandweerkorps van Van Marken. Had een eigen brandweer. Die voerde altijd een act op. Je ziet dat huis. Dat is ook kartonbord. En dan werd er Bengaals vuur achter afgestoken. En dan zag je de vlammen. En dan stond ook iemand, een vrouw achter te roepen. Help, help. En dan kwamen de kranige brandweerlieden van Van Marken. En die blusten dat met de stoomspuit. En dat is, die act heeft hij toen verfilmd in 1 minuut. Maar helaas, het filmpje, de celluloid, is niet bewaard gebleven. Maar we weten wel wat hij ongeveer heeft gedaan. Ik zei al, aan de morfine verslaafd geraakt. De laatste jaren was hij er erg aan toe. Zijn geest brokkelde af. Je ziet hier een van de laatste foto's met zijn familie in de tuin. Links zoon Jaap en Ada, rechts daarvan. Dus zijn oogappeltje was dat, van dat dagboek, et cetera. Zijn kleinkind Erie zit naast hem. Maar ook een verpleegster. Je ziet hoe, en Agneta zit daar wel trots met haar gezin. De andere dochter is er niet bij, maar het is bijna compleet het gezin. En je ziet hier, afkicken probeert hij bij dokter Emmerich. Hij overlijdt op zijn 60ste. En dan is het ook echt bijna een soort koninklijke begrafenis in Delft. Je ziet hier de stoet, die trekt dan door de stad. En die gaat dan naar begraafplaats Jaffa. En dat was ook een protocol wat hij eigenlijk ook voor zijn eigen arbeiders had. Als er een kameraad doodging, dan vanaf het sterfhuis was er met de harmoniekapel voorop een stoet naar Jaffa. Om te laten zien, jongens, aan de Delftenaren weer visualiseer, deze man zijn wij verloren. Dus Agnete met Ada, even kijken. Dus even verder, de opvolger. Officieel had hij natuurlijk geen kinderen van Marken. Dus zijn neef, Frans Waller, de zoon van zijn zus, ook een getalenteerd scheikundige, heeft het Waller-apparaat uitgevonden. Die is hem opgevolgd. Dus dat had hij van Marken al heel vroeg geregeld. Dat is toch een soort dynastie in de gistfabriek ontstaan. Met allerlei Wallers die elkaar opvolgen en ook directeur worden van Calvé, et cetera. Het Agneta-park heeft nog een vervolg gekregen na de dood van de Van Markens. Dus Agneta-park 2, dat zie je links, maar dan in de Amsterdamse school. Dus andere architectuur dan bij Zogger. Helaas, het woonhuis Villa Rust Roest is afgebroken. Na hun dood, de opvolger wilde absoluut niet tussen de arbeiders wonen. Frans Waller ging op de nieuwe plantage wonen met de grote Wallertuin. Ik weet niet of je dat kent. Het huis werd omgebouwd tot een huishoudschool, Rust Roest, met dezelfde naam. En de villa werd er nog deels ingebouwd, achterkant. De meisjes daar leerden strijken in de woonkamer van Jacques en Agneta. Zo zag de school aan de voorkant uit. Die school is gesloopt in 1980. En toen kwam er heel snel een beeld van de grote stichter, Van Marken. Het heeft 30 jaar later, nog 30 jaar geduurd voordat het historisch besef er was dat Agneta net zo belangrijk is geweest. En Agneta heeft dus sinds 2009 dit beeld erbij gekregen. Ik ga het nu een beetje afronden. Het einde van de bloedlijn van Van Marken. De kleindochter van die foto, die is de laatste geweest. Zij is overleden in 1993 zonder kinderen. Dus daar stopt de buitenechtelijke bloedlijn. Ze
zij is wel, heeft wel een mooi leven gehad. Zij trouwde met meneer Van Balusek, hoofdredacteur NRC, maar ook hij werd diplomaat in Rusland en Verenigde Naties. Dus ik heb foto's van Erri op de rug gezien hier met Prins Bernhard en Luns. En even kijken, ook met Marlene Dietrich of Kissinger. Echt, zij heeft wel als een gastvrouw, bijna in de geest van Agneta heeft ze gefunctioneerd. Even nog wat restjes. Dit heeft Van Marken nooit meer gezien, dat mooie hoofdkantoor. Hey, dat hij wilde een kantoor voor de gist en café. DSM heeft het gelukkig, heeft het heel lang niet meer gebruikt. Hè. Wat zal dan een hoofdkantoor in Limburg. Maar ze hebben het, dit jaar hebben ze het verkocht voor 1 symbolische euro aan een erfgoedontwikkelaar. En die gaan daar het herbestemmen. Die zijn ook nu bezig het asbest uit aan het halen. En dan komen er werkplekken. En dat moet volgend jaar al in bedrijf zijn. Dus dat is gelukkig bewaard gebleven voor Delft. Ik mocht daar, ik zou een tentoonstelling maken, omdat 2 jaar geleden was het 150 jaar gist. Dus ik begon natuurlijk ook bij de aartsvaders. En heb ook de ontwikkeling van het bedrijf laten zien. Dus ook alle fases met penicilline is natuurlijk heel belangrijk geweest vanaf de Tweede Wereldoorlog. Onder de codenaam Bacinol werd in het geheim penicilline ontwikkeld. En na de Tweede Wereldoorlog moest de gist dus concurreren met Pfizer. Maar is het op gaan schalen en dat werd een lucratieve business. Dit was het bureau wat ik weer heb kunnen ontdekken. In de tussentijd heb ik ook heb ik geroepen dat er een museum van Marken in Delft moest komen. Dat we niet moeten blijven hangen bij Willem van Oranje en Vermeer en dat straatje. En dus dat we die industriële revolutie eens een keer veel beter moeten eren. Want dat heeft Delft echt grote zaken gebracht. En ook zeker echt de samenwerking met de TU, noem maar op. Dus hier ben ik ook wel trots op. Ik heb een grote mindmap gemaakt met een overzicht wat dit echtpaar allemaal heeft gecreëerd. Dus daar staan echt ook, Van Marken heeft het systeem loon naar werken bedacht. Dus ook een soort klassificatie in zijn bedrijf. Er staan ook sociaal ingenieur, dat hebben jullie gelezen in de Concave. Dat Van Marken was ontevreden. De mensen die van de TU afkwamen, daar had hij weinig aan. Die waren niet sociaal genoeg geschoold. Dus hij heeft een pamflet geschreven van er moet een nieuwe ingenieur komen, de opleiding moet op de schop en die ingenieur die moet dat en dat kunnen, die moet natuurlijk verstand hebben van werktuigbouw, noem maar op, maar moet ook koopman kunnen zijn, administrateur, maar bovenal mensenvriend. Aan hem is de toekomst. Dat was de afsluiting van zijn pamflet. Dus hij kon zich toch ondanks de morfineverslaving tot het laatst toe wat druk maken om dit soort zaken. En dat is wel mooi, dat begrip social engineering. Er was echt een Amerikaan in New York, die was echt fan van Van Marken. Die is hier ook gekomen, die heeft alles gezien, dat dorp, de fabrieken, et cetera. En die nam dat begrip over, mee terug naar Amerika. Dus van zo zou een ingenieur, die taken zou een ingenieur moeten kunnen. Dat is echt een soort zedelijke roeping, zei Van Marken. En Van Marken kreeg toen ook een grote wereldtentoonstelling in St. Louis. In Amerika kreeg hij alle ruimte om te exposeren. Er kwamen 20 miljoen mensen. En Van Marken kreeg er ook, 1904 was dat, een gouden medaille voor zijn social engineering. Tegenwoordig hangt deze map bij DSM. Dus DSM eert, ze hebben natuurlijk een andere herkomst, uit Limburg, noem op. Maar zij eren ook het echtpaar nu in hun kantoor in Delft. Ik heb toneelstukken gemaakt over Van Marken. Bij mijn boekpresentatie heb ik ze ook laten opdraven. Jacques en Agneta. Met een koets. En een goede feestsnoor van de feestwinkel. Dan lijk je al heel snel op Van Marken. En ik heb contact ook gezocht met Feike Siebesma, de grote, toen 2 jaar geleden nog directeur van DSM. Ik heb een filmpje met hem opgenomen. Dus ik zei tegen Feike, ik kom naar u toe en ik neem Van Marken mee.
Hoe bedoel je dat? Nee, wacht maar. Ik zeg, en dan wil ik dat jullie in gesprek gaan over sociaal ondernemerschap uit die tijd en nu, hoe u dat nu doet. Nou, en hij vond het echt fantastisch, Siebesma. Hij was echt... Ik kreeg 10 minuten de tijd. Nou, dat is heel veel bij hem. En hij zei, tegen Jacques, mag ik Jacques zeggen? Mag ik je tutoyeren? Ja, natuurlijk, Feike. En Jacques, wat zie je er goed uit na 174 jaar? Mag ik je... En dan nam Jacques het weer over. Feike, in mijn tijd had ik altijd last van die aandeelhouders. Die waren alleen maar geïnteresseerd in 3 dingen. Winst, winst en winst. En hoe doe jij dat nu? En dan ging Feike uitleggen hoe hij ook een dubbel beleid voert, et cetera. En hoe dat allemaal ook winstgevend is, maar voor iedereen, et cetera. Dus dat werd wel een grappig filmpje. Even kijken. Ik ga het hierbij afronden. Het begon als, ik zei al, als een soort grap en het is uit de hand gelopen. Er is ook een grote groep bezig nu, vrijwilligers met de Stichting Museum van Mark. We doen allerlei projecten. U kunt ook vriend worden. We hebben een mooie website. Er staat een wandeling op van Mark, et cetera. Ik leid ook graag rond in het park. Dus ik vind het heel fijn om het verhaal zoveel mogelijk te vertellen, omdat het echtpaar dit verdient. En daarom ben ik ook blij dat ik hier mag zijn vandaag. En ik sluit het hierbij af. Oké, dan hebben we nu even een pauze van 20 minuten, zeg maar, komen we weer terug. En ik denk dan dat we meteen overgaan naar het stellen van vragen en eventuele discussie. Dus over 20 minuten zie ik u hier weer. Ja, fantastisch hoor. Hartstikke leuk.
de camera moeten staan. Nou, welkom, het vragenuurtje. Maar niet nadat ik zo onbescheiden ben met hulp van mijn collega-voorzitter Geert-Jan ook nog iets te dichten. Beste en gewaardeerde Jan van der Mast, u bent van alles behalve voor ons een last. Uw verhaal gaat over Jacques van Marken. Hij behoort duidelijk tot onze starken. U kunt heel beeldend vertellen en Jacques behoort zeker tot onze sociale rebellen. Nou. Dankjewel, Frank. Geert-Jan ook. Een grapje. Hartelijk dank voor een fantastisch verhaal. En ik ga toch even een paar dingen nog melden totdat de rondvraag hebben. En dan tot slot ook nog wat plichtplegingen. Je wilt niet geloven, maar ik zei bij het begin, dus de vierde keer dat ik je verhaal ga horen. Nee, het is de vijfde keer. Ik ga even tellen. Okay. 3 of 4 jaar geleden was voor het eerst dat ik hier bij deze groep kwam. In de oude mijnbouwkundige collegezaal. Waar 90 studenten in kunnen, geloof ik. De allereerste keer dat ik hier kwam, ik dacht, ja, ik ben 100 jaar geen lid geweest van Kiwi. Lang in het buitenland gezeten, dacht, dat is toch wel aardig. Maar ik moest daar op de grond zitten. Het was zo populair, of in de vensterbanken hangen. Dus sindsdien zitten we hierboven. Dat was de eerste keer. Was mijn beste lezing ooit. Nou, dat is deze. Dit is de beste, dat was de een na beste. Maar dat was ook een geweldige. Nou, omdat we natuurlijk allemaal een katzwijn vielen. Dat was naar aanleiding van het boekje, een historisch roman, Agneta. Toen was al niet jouw biografie over Jacques uit. Midden in dat biografieproces. Ja. Nou, de tweede keer was voor een concurrerend gezelschap in Amsterdam. Dat deed je zoemend. En dat begon om 4 uur en we waren pas tegen 6 klaar. En ik moest dat ook een beetje modereren. En ja, ik ben natuurlijk heel beleefd. En ik durfde dat niet te onderbreken. Maar het was een geweldig succes. De vragen gingen maar door. Dus wat mij betreft gaan we ook nog uren verder hier. Zullen we niet doen. Heb een keer een rondleiding gehad door het Agneta-park. En ik heb ook de tentoonstelling gezien waar je toen ook dingen verteld hebt. Dit is de vijfde keer en dat verveelt niet. Ik ga rustig door voor een 6e keer. Dat heeft ook een beetje te maken, onbescheiden, dat ik ook een beetje een band heb. Met Gist, behalve dat ik in Delft gestudeerd heb, heb ik als student onder de rook van de Gist, en daar ging je toch wel aan wennen, naast het Agneta-park gewoond. Ik wou zeggen gewerkt, nee. Ja, we werkten zeker toen ook. Gewoond in op Goeman-Begeestraat 2... Willem Arnold kent dat wel, GB2. En dat was een huis van een oud gistdirecteur van Leeuwen. En die was ook familie, begrepen, door een schoonmoeder die Waller heette waarschijnlijk. Want die Wallers waren wel bekend en beroemd. Die meneer van Leeuwen is later verhuisd, vlak na de oorlog, naar Ruizenbeerhoekstraat 47. Prachtig huis gebouwd. Nou, GB2 vonden we ook mooi. En het ongelooflijke is, kom daar nu eens mee om. Hoewel, meneer Seibesma is denk ik een heel sociaal voelend mens. Maar deze meneer van Leeuwen heeft beide huizen geschonken aan studentenhuisvesting. Ik denk ook wel een belastingaftrekpost voor de successierechten. Nee, dat trek ik terug. Dat is een onaardige opmerking. Prachtige huizen. Daar woonde ook, een aantal van jullie kennen die misschien wel, Pietje te Horst. Dat is een zoon van de oude directeur. Ja. En die wist nog als kind hoe die boven op zolder met de elektrische trein van meneer van Leeuwen speelde. En er waren luikjes in de zolderkamertjes ook. Daar ben ik begonnen en daar zat ook een raar luikje in de wand. En dan ging dat treintje doorheen. Ja, nou, dat is meneer van Leeuwen speelde met dat treintje met de directeur van de NS. Ach. Die kwam bij hem op bezoek. En waren die twee mannen met die treintjes in de weer. Ja. Nou, er zijn nog een paar raakpunten. Mijn schoonvader werkte voor de Gisse Spiritusfabriek. En mijn vrouw, nou ja, van 50 jaar geleden, nog steeds mijn vrouw, dat gaat ze ook zo door. Die weet nog heel goed als kind dat zij in dat gemeenschapshuis Sinterklaasfeestjes had. Dat was heel normaal. Ja. En ik weet wel dat dus haar moeder, dus mijn schoonmoeder, ja, die had er tabak van. Dat was eigenlijk een beetje niet van deze tijd. Het was heel bevoogdend en paternalistisch. Maar wist jij veel als kind. Dus mijn vrouw vond dat prachtig. Ik kan het ook niet nalaten. Ik heb een ander petje op. Een beetje Tijlers Museum doe ik van alles. Dat de wereldtentoonstelling 1998, 1989... wordt altijd verteld dat Philips toen de eerste gloeilampen daar demonstreerde. Dat is niet zo, want Philips is pas in 1890 opgericht. Maar wel, de ongemeen grote elektriseermachine van Tijlers Museum stond toen in Chicago, die werd daar gedemonstreerd. Hij werkte overigens toen ook al niet. Er is nu een replica. Er is nu een replica, die doet het fantastisch.
En dan is er nog een ding, en dan stop ik ermee, dan gaan we nu naar de vragen. Maar u liet het stationsplein Rotterdam zien. Nou, ik ben geen stedenbouwkundige ingenieur, maar u kunt wel een kaart lezen. Met Diergaarde Blijdorp, en dat begint onderin de Westersingel. En ik weet nog van mijn moeder, die is daar geboren, dat allemaal het verwoest is in oorlog. En dat ook de tijgers naar het bombardement daar rondliepen, min of meer. En dat huis nu, dat staat er nog wel aan de rand. Dat is nu een Chinees restaurant. Dus als je daar eet, heb ik wel eens gedaan, kan je dat prima worden. Nou, lang verhaal, een beetje ego-document. We gaan naar de rondvraag. Wie mag ik een vraag laten stellen? Ik wandel daar naartoe en ik geef u de microfoon. Meneer Van der Maas, dank voor uw bijzonder aardige verhaal. Ik heb een vraag over de gist. Jacques van Marken is dus naar Wenen getogen, heeft daar in een gistfabriek gewerkt en het proces daar helemaal leren kennen, zodat hij het hier kon toepassen. Maar hoe zit dat nou met octrooien? Hoe zit dat met, heeft hij bedrijfsspionage gepleegd of heeft hij het gewoon mee mogen nemen? Dus hoe ging dat in die tijd? Ja, later is gezegd dat het spionagereizen waren, maar dat klopt inderdaad niet. Want in die tijd, zeg maar, ik zei al, de industriële revolutie is vrij laat op gang gekomen hier. We hadden potgieten noemen het, de Jan Sali geest heerste in Nederland, passiviteit, et cetera. En Thorbecke heeft toen, de politicus, heeft toen maatregelen genomen om de economie te bevorderen. En het was ook gewoon tijdenlang mogelijk om dit soort processen zo over te nemen zonder octrooi gedoe. En dus het was legaal om dat proces over te nemen. En datzelfde heeft hij gekopieerd met het maken van de olie bij de oliefabriek, bij de Nederlandse oliefabriek, bij Calvé. Heeft hij ook een talentvolle student, Jan Tutijn Oltenius, naar Frankrijk gestuurd. En die ging daar ook bij een grote fabriek meelopen. En die kwam hier terug en toen zijn ze dat hier gaan fabriceren. Maar dat kon in die periode, ja. Dus de grote fabriek, Fleischmann, later is deze, dat heb ik pas na mijn boek ontdekt, maar Fleischmann is naar Amerika gegaan, is heel groot geworden. Maar Fleischmann gaf van Marken ook alle medewerking. Dus ik heb ook een moment, Jacques was daar geweest en 5 jaar later, als hij zijn fabriek al 5 jaar draait, ontmoet hij Fleischmann weer en dan vergelijken ze de cijfers met elkaar van hoeveelheid grondstoffen, percentage wat effectief wordt gebruikt, et cetera. En dan zegt Fleischmann, goh, ja, de leerling heeft de meester overtroffen. Dus het zat hem natuurlijk mee. Gunstige wind, ja. Dank je. Dat Jacques van Marken natuurlijk zoveel succes heeft gehad, moet hebben samengehangen met het feit dat hij ook, dat de fabriek veel winst kon maken. Dat hij dus ook joviaal naar zijn arbeiders toe kon zijn. Heeft dat zo her en der ook jaloezie gegeven? En dat is de ene vraag. En de andere vraag is, ik heb 10 jaar in Twente gewoond en daar woonde meneer Stork. En daar is toch ook sprake van een wederzijdse of eenzijdige, dat weet ik niet, beïnvloeding. Dus kunt u daar ook iets over zeggen? Ja, maar het golfde ook wel hoor, met de gistfabriek. Dus hij heeft bijvoorbeeld de conjunctuur, als hij de paar pensioenen heeft ingevoerd, dan is dat bijvoorbeeld in eerste instantie nog resultaatafhankelijk. En dan heeft hij 3 jaar later, maakt de fabriek geen winst. Dus, en dan schrijft Van Marken ook aan zijn arbeiders bijvoorbeeld, geen winst, dus ik kan niks in de pensioenkast storten. Maar dan weet hij dat het onrechtvaardig is en dan gaat hij dat als tweede stap bij de aandeelhouders regelen. En dan wordt de pensioen bijvoorbeeld resultaat onafhankelijk. Dus ook al draaiverlies. Maar dan gaat daarna de conjunctuur weer omhoog. En ja, dat natuurlijk leverde dat jaloezie op, absoluut. Maar Van Marken heeft toen wel als een soort statement ook gezegd, echt kijkend naar de heeft echt bijvoorbeeld een huishoudboekje gemaakt van 1 gezin. Van goh, dit zijn de uitgaven, noodzakelijk, dit zijn de inkomsten. En eigenlijk kunnen mensen niet rondkomen van de lonen die wij uitkeren. De lonen in Nederland zijn te laag. En dat was echt een statement, ja, dat wilden andere ondernemers niet horen. Dus je had natuurlijk het topje van sociaal ondernemers, maar je had ook natuurlijk, zeg maar, de uitbuiters. In Maastricht, Regoe was echt een van het slechtste soort, zeg maar, ondernemer. Maar die vond het dus niet fijn dat Van Marken zoveel aandacht kreeg met al die voorzieningen en hoge lonen, et cetera.
En even kijken, de tweede vraag was... Stork, ja nee, vanaf het begin is de oude Stork heeft al de eerste stoommachine geleverd aan Van Marken. En zij werden een soort bloedbroeders, hè, dus ook de zoon, Dirk Stork, die kwam later, werd commissaris bij de gist. Maar ze hebben ideeën met elkaar uitgewisseld. Hè, dus Van Marken verzonde fabrieksbode, Stork kwam ook met zijn hengeloze fabrieksbode. Het Agneta-park, Stork heeft later ook tuin op het Lansink gemaakt. Stork bedacht de ambachtsschool, dus de jongens konden dan in de voetsporen van hun vader treden. Van Marken nam dat idee weer over, ze bekruistuifden elkaar. Het werden ook een soort, ja, als ze bij elkaar op bezoek gingen, dan stond de harmoniekapel in Delft klaar om Stork te ontvangen. En als Van Marken naar Hengelo ging, dan stond de harmoniekapel daar klaar, et cetera. Het was twee koninkrijkjes die het goed met elkaar konden vinden. Ja. Ja. Ik vergat te zeggen dat de vorige vraagsteller was mijn collega-voorzitter van de heer Stechtinger, Geert-Jan Olster. En daarvoor bestuurslid Hans Stoutjesdijk. Maar wie van de gewone leden wil misschien nu nog een vraag stellen? Prima. Was hij ook politiek actief? Van Marken, ja. Je merkt wel dat het een heel vol leven was. Hè, dus dubbel leven, dat heeft ook zijn tol geëist. Dus dat ben ik vergeten. Want ik had in de conclave stond ook, wat heb ik nou geleerd van mijn held? Dus eigenlijk, begin niet aan een dubbel leven. Dat is best, dus dat wil ik jullie ook meegeven. Dat is behoorlijk zwaar. Ik heb bij mijn winkeltje kwam iemand in. Hij zei, ik wil twee Agneta's. Oké. Hij zei, eentje voor mijn vrouw en eentje voor mijn minnares. Oké. Ik zeg maar, ze zijn van elkaar op de hoogte. Ja, zeker. Ik speel het spel eerlijk. Maar even kijken hoor. De vraag was politiek. Van Mark bij de gistfabriek, dat was zijn eerste fabriek. Dus hij bouwde dat op. Allemaal toegewijde arbeiders. En de Calvé begint hij dus 13 jaar later. En dan stromen er nieuwe arbeiders in. Het socialisme komt dan ook is in opkomst. Dobra Nieuwenhuis. En dan zijn er wat meer kritische arbeiders. En er is ook eentje van hen die heeft een soort pamflet tegen Van Marken geschreven. Ja, het is allemaal niet zo modellerig als Van Marken ons altijd wil geloven. En Van Marken kon daar moeilijk tegen. Dus, hij vond het vaak dat het op de man werd gespeeld. Dus op een gegeven moment ging hij heel vaak uitleggen in zijn fabrieksbode dat wat nou het ware socialisme was. Dat was niet het socialisme van Domela Nieuwenhuis. En dan, hij hoopte, dat schreef hij ook, hij hoopte dat mensen dat wilden oppikken om een echte socialistische partij op te richten. En hij heeft daar wel een paar essays over geschreven, maar ja, hij had niet de tijd om ook nog de politiek in te gaan. Maar zijn zwager was dat wel, Arnold Kerdijk. En die heeft dus, die twee hebben vaak één tweetjes gehad met elkaar. En die heeft veel voor elkaar gekregen in de Tweede Kamer. Dus op die manier indirect kon hij toch wel invloed uitoefenen. Ja. Zegt u? De Vrijzinnig Democratische Bond. Dat is eigenlijk een soort voorloper van D66. Ja. Er komt misschien nog een vraag, maar even tussendoor. Ik heb natuurlijk uw boeken goed gelezen. Gewoon puur niet voor deze bijeenkomst, maar gewoon uit pure belangstelling. Als ex-Delftenaar die om de hoek woonde. En er was trouwens ook een café om de hoek. Dat heet nu Altijd Gezelligheid. Ja. Wij noemden dat Bechters. Tientallen, misschien wel meer dan dat, uren doorgebracht. Bekende kroeg daar. Een vraag is... Ik weet niet of ik het uit het boek herinner of dat het mij verteld is, maar de reden dat hij morfine slikte was dat hij syfilis had. En ik weet niet of dat nou klopt. Ja, er zijn nu rollos de wereld in het sturen. Ja, en waarschijnlijk is dat van dateert van voor zijn huwelijk. Dus wat er zich allemaal als Delftse student heeft afgespeeld. Want dat was niet, ja ik weet niets daarvan, maar dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Nee, dat klopt. Het is, maar dat heb ik nooit in bronnen teruggevonden. Dus ja, ik weet, hij kreeg al heel snel een soort burn-out op zijn 40ste. En dan ging hij kuren. En zijn huisarts, dat is bijna een soort lijfarts was dat, dokter Scheltema, die gaf hem in eerste instantie bromkalium. Nou, bijna een soort vergif. Maar al heel snel wordt er overgestapt naar morfine. En op die manier heeft Van Marken later ook gezegd, mijn huisarts heeft me aan de morfine geholpen. Want het bleek praktischer te zijn als je 's nachts je huisarts moet roepen om pijn te bestrijden. Dat de huisarts heeft gezegd van joh, ik zet hier wel een setje morfine, zo'n spuit, kan je zelf onder de huid spuiten.
Dat is geen probleem, maar pas op, het is, je kan er aan verslaafd raken. Dus Scheltema heeft hem aan die morfine geholpen. Maar het waren mysterieuze zenuwpijnen, heb ik overal. Maar daar heeft hij verder ook niet zoveel over geschreven. En ik heb mijn goede huisarts, Schreuder in Delft, ook wel bekend. Ik heb met hem ook gesproken over mijn boek. Ik zei, wat zou het nou geweest kunnen zijn? En toen kwam hij ook met deze hypothese. Het zou ook inderdaad syfilis kunnen geweest zijn. Dus Even zeg ik voor de Zoom-mensen naar achteren lopen. Een vraag. Ik geef toe, het is een beetje een detail in het hele verhaal. Maar in het begin liet u een foto zien van de industriëlen die uitgenodigd waren. Er was één kunstenaar bij. Daar werd de naam niet van genoemd. Maar ik vroeg dat eigenlijk ook omdat later de slaoliestijl heel bekend werd. De Jugendstil-stijl. Wie was misschien die kunstenaar in die tijd? Dat was begintijd. Dit bij op de foto met de man met de hoed, dat was Arend O.D. Hij was beeldhouwer. Hij was hoogleraar boetseren. Hier op de teen. Maar hij heeft ook de buste van Marken die in het grote kantoor staat, heeft hij gemaakt. En in die tijd echt een bekende kunstenaar. Maar het is inderdaad, het werd breed uitgedragen om kunstenaars in te schakelen. Het is ook wel vooral van Marken, bij de Calvé, daar werkte Hugo Tutijn Noltenius. En hij was een grote kunstliefhebber. Deze man liet zich ook had dezelfde adviseur als mevrouw Krullenmuller, meneer Premmer, die adviseerde van goh, je moet wat werk kopen van die Van Gogh. Het is veel kritiek op, maar kan wel interessant zijn. Die Tutijn Noltenius heeft 6 Van Goghs gekocht. Dus op de nieuwe plantage waar hij woonde, daar heeft een aardappeleters hebben daar gehangen. Ik ben gek op anekdotes, ik maak me even. Dus in de Tweede Wereldoorlog, de hongerwinter gaat Tutijn Noltenius dood. Er woonde heel veel familie bij hem in, want het was een hele aardige oom, alleenstaande oom. En toen hij ging dood en toen moesten ze de erfenis met elkaar verdelen. En er is een mooie tekening gemaakt, zie je een soort slag om de inboedel. En iedereen stort zich allemaal op de gordijnen, op de fiets. Iedereen wilde eigenlijk de fiets hebben. En de aardappeleters was niemand in geïnteresseerd. Ach, zo'n schilderijtje, wat heb je daar in de hongerwinter? Ja. Maar via deze man hebben ze inderdaad Jan Toorop ingeschakeld. En die heeft een mooie Delftse slaolie reclame gemaakt. Maar ook andere, Bram Gips was een andere kunstenaar hier. En Breitner heeft ook de Haagse School. Dus allemaal goede kunstenaars om de producten te promoten. Joost Albers heeft een vraag. Je noemde inderdaad het museum waar je mee bezig bent. Ik ben toch wel heel geïnteresseerd om te horen hoe het daar nou mee staat. Hoe lang ben je daarmee bezig? Het is toch iets unieks, lijkt mij, om in Delft van de grond te krijgen. Ja, absoluut. Ik heb dat echt op een blauwe maandag geroepen. Ik probeer ook gewoon echt weer een nieuw boek te schrijven. Ik probeer me een beetje afzijdig te houden. Maar er is een hele goede groep mensen mee bezig. Dus we hebben ook een nieuwe voorzitter, echt een strateeg, Lucas van Wees. Die heeft gesproken met ook alle lokale politieke partijen in Delft. En de meesten nemen het ook op in hun programma. We hebben ook net een promotiefilm gemaakt. Die komt over 2 weken uit. Dus waarin Feike Siebersma en de burgemeester betogen dat het belangrijk is dat dit museum er zou komen. En zo zijn er allerlei projecten zijn we aan het uitzetten. De wens is, hebben we ook te kennen gegeven. We hebben ook een soort onderzoek laten uitvoeren. Een gerenommeerd bureau heeft gezegd van het zou kunnen zijn dat onder de goede voorwaarden dat je 40.000 bezoekers per jaar gaat trekken. Dat zetten we ook in. En we zouden heel graag het taplokaal willen hebben. Dus naast de watertoren, daar staat ook al een oud fabrieksgebouw waar vroeger de jenever werd gemaakt. Aan de zijkant staat ook echt de Nederlandse gist- en spiritusfabriek. Dus ik weet niet of je het kent. Het einde van de spoor bij de tunnel daar. En DSM heeft het al 20 jaar heeft daar niks aan gedaan. Dus het staat leeg. Er groeit van alles groens door het dak heen. En DSM maakt jaarlijks kosten om
150.000 euro om het op 5 graden warm te houden, dan verpulvert het niet. Dus afijn, als ze het ons zouden schenken, dan hebben ze die kosten niet meer. en dan moeten wij inderdaad subsidies bij elkaar gaan zoeken om financiering om het mooi in te gaan richten. En dat zou kunnen. We hopen eigenlijk echt, er is ook een nieuwe ontwikkeling daarnaast. Naast dat taplokaal, de watertoren is verkocht. Oh, ja. En dus een hele leuke ondernemer. En zijn zoon is echt op kunstgebied een kenner. Die wil dat. Ja, je hebt een soort kelder, een Rijnkelder. En prachtig, daar wordt een kunstencentrum. En dat is heel concreet. Dat plan gaat door. Dat wordt begin volgend jaar geopend. En wij hopen dus op die manier een soort museumkwartier te kunnen creëren. Dus. Dat klinkt prachtig. Ik denk dat we allemaal lid moeten worden van uw stichting, hè, die dit van de grond brengt. Ja, mijn schoonfamilie, want dat zijn allemaal gistmensen, in ieder geval van vroeger, zijn ook allemaal lid geworden. Dat is niet zo duur, geloof ik, hè, uw stichting. 50 euro. Tot, 50? Tot aan de opening. Nou, dan is de stichting aan nog goedkoper. Daar kunt u ook lid van worden. En dat moet u ook doen. Een vraag nog verder. Willem Ankersmit. Is dat sociale beleid van Mark, is dat nog gecontinueerd door zijn opvolgers? Ik heb begrepen dat het toen wel wat minder werd. Ja, precies. Ja, dat is heel mooi. Ik heb mijn onderzoek, hè, dat heeft zich vooral natuurlijk. Ik zeg wel eens, ja, het stopt bij de dood van Mark. Maar hè, ook omdat ik die tentoonstelling 2 jaar geleden mocht maken, ben ik wel veel meer te weten gekomen over gistblokkades. Hè, dat is ook een fase geweest. En DSM. En ik zat bij die tentoonstelling ook dagelijks achter dat mooie bureau. Hè, en dan kwamen er ook mensen vertellen over hoe het was om bij het bedrijf te werken. En dan zeiden sommige mensen, ja, weet u wat DSM betekent? Ik zei, nee, ja, doet steeds minder. En afijn, hè, dat soort verhalen kreeg ik te horen. Winst is toch altijd wel heel belangrijk. Ik als historicus denk ik, of schrijver, ja, want ze hebben ook bijvoorbeeld de bakkerijdivisie verkocht, omdat die niet winstgevend genoeg meer was. Vroeger was het natuurlijk core business bij Van Mark. En ja, niet winstgevend genoeg, is dat dan net het argument om het dan helemaal weg te doen? En zo kwam ik ook tegen tot de deal met dat de Limburgers het hebben overgenomen. Het was altijd van, ja, is het nou een fusie of een overname? Maar het was eigenlijk een overname. DSM dacht dat het nog heel goed ging met de penicilline. Maar dat was, de Chinezen waren het al veel goedkoper aan het maken. Dus het was, DSM heeft wel eens gehad, dacht dat ze een soort kat in de zak hadden gekocht. En ik hoorde het verhaal van, was de financiële man van DSM. Ik zal zijn naam niet noemen, want we worden gestreamd. Maar deze man die heeft toen de deal doorgedreven. Die heeft de Limburgers onder druk gezet van, oké, jullie willen ons bedrijf kopen. Nou, maar handel dan snel, je krijgt 3 dagen de tijd. En ik speel open kaart, er zijn 3 ruimtes. Ik leg alles neer, alle ordners, papieren, jullie kunnen kijken. Ik speel open kaart en dan moet je beslissen of je het overneemt of niet. En nou, dan kwam zo'n Limburgs peloton kwam daar aan en die hebben al die kamers doorgezocht. Maar ook de schulden hebben er wel tussen gezeten, begreep ik. En op die manier is het bedrijf verkocht. En deze man, ik heb hem een paar weken geleden ontmoet. Hij zei, ja, ik krijg wel eens de schuld dat ik alles heb weggedaan. Maar eigenlijk, ik begreep, hij heeft ook de tent heeft hij weggedaan. Dat, het ontspanningslokaal. Want dat was ook niet winstgevend. Daar kwamen natuurlijk al die verenigingen. En ja, dat waren avondjes voor de kegelclub, noem maar op. En dat heeft hij toen verkocht. Hè, dat werd toen ging naar de Lindenhof. En ook het Agneta-park heeft hij ook verkocht aan een projectontwikkelaar. Dus, hè, want hij kreeg aanslagen van de belasting. Die zeiden van, ja, jullie vragen te weinig huur. Wij gaan daar heffingen over. En we gaan dat tot 20 jaar terug doen. En toen zei hij, nou, dan ga ik het verkopen. En dus ging het naar een projectontwikkelaar. En is het sinds 15 jaar dus zo dat als een huurder vertrekt of overlijdt, dan wordt de woning in de markt gezet. En inmiddels is het nu 50-50. Dus er wonen nog 50% is nog huurder. Die betalen bedragen van 450 euro voor zo'n huisje. En de andere 50% is de nieuwe instroom, de kopers.
Dus je krijgt een heel ander publiek. Dus het is, in de loop der tijd is het absoluut wat van Marken. Hè, dat, we hebben natuurlijk de uitdrukking omdraaien in je graf. Dat zou hij zeker al wentelweekend doen, denk ik zo. Ja. Ik heb er even een vraag tussendoor. Wat zijn de producten die nu op de DSM-locatie aan Delft gemaakt worden? Want de antibiotica is helemaal weg. Oh. Ja, ik ben daar heel slecht in. Maar ja, vooral sausen en ja, allemaal, hè, de voedingsmiddelen. En okay. Ze geven ook ruimte aan jonge bedrijven. Dus ze hebben kweekvlees wordt daar ontwikkeld en noem maar op. Maar ja, daar ben ik niet zo, dat is niet mijn expertise. Mevrouw, op de eerste rij. Gaat uw gang. Het is een beetje rare opmerking misschien, maar mijn eerste man was notaris. En die was dan notaris van de gist. En dan hadden we de koelkast beneden staan. En dan zei hij tegen mij, daar staan allemaal producten van de gist. Daar mag je niet aankomen. Want na zoveel tijd moet dat dan weer gecontroleerd worden. Het was een ontwikkeling, ik weet helemaal niet meer precies wat het was. Maar dan moest daar weer octrooi op worden aangevraagd. Okay, dus dan had ik een heel koelkast vol met flesjes staan. Maar ik wist niet wat het was. Ja, ja, ja. Heel gek. Ja. Ja, nog iets anders. Ik heb begrepen dat ze het feest van Jan van Marken weer willen gaan instellen. Ja. Van Jacques van Marken, ja. Ja, ik word vaak Jacques genoemd. Jacques van Marken. En Jacques en Jan het, genoemd. Het is heel verwarrend in Delft. Ja, ja, het is nu, dacht ik, 28 augustus gesteld. Ja. Ja, want ik zing in een sing-along-koor en wij zijn uitgenodigd om te komen zingen. Kijk. Ja, nee, we hebben, dat is ook een initiatief van het museum. Van Marken vierde echt zijn verjaardag als een koningsdag. Dat heb ik een plaatje laten zien. Dat was echt imposant. Het was de hele dag spelletjes voor kinderen. En Venetiaanse gondels in de vijver. En live muziek met de harmoniekapel. Van Marken wil dan ook een polka dansen met een werkvrouw. Dus de ultieme verbroedering. Dus de directeur met de werkvrouw, een polka, et cetera. En dat is echt het laatste feest. Waren 11.000 mensen in dat park. Dus bijna heel de helft van Delft liep in dat park rond. En dat is zo'n mooi gegeven dat wij inderdaad vorig jaar voor het eerst, het ging allemaal net goed met corona, dat we daar een soort eerste Van Markendag hebben georganiseerd. En dan wel op rond zijn verjaardag, 30 juli, maar ja, dat is niet praktisch met vakanties. Dus volgend jaar, de tweede versie is op 28 augustus. En dan komt Singalong langs. Nou, hier komt de één na laatste vraag. Want dadelijk komt de laatste vraag van een van u, mag ik hopen. Maar ik vraag me af wat met dit oude hoofdkantoor nu gaande is. Het is verkocht aan een projectontwikkelaar. Ik ben er wel eens geweest. Prachtige zaal met schitterende directieruimtes uit de 50e jaren nog, meubilair. Blijft dat behouden? Want het is nu een beetje zielig. Er is een soort net gespannen voor alle tegeltjes die naar beneden vallen. Maar ik vraag me af, wat is de toekomst daarvan? Ja, het is. Het heeft heel lang leeggestaan, dus vandaar dat het glas, is ooit geïnspireerd op Berlage, de beurs. En het glas valt naar beneden, dus daarom hebben ze voor de tentoonstelling dat net gevangen. Ja. Dus natuurlijk echt, ja, architecten die draaien zich ook om in hun graf als ze dat zien. Maar erfgoedontwikkelaar Boei, die hebben dit gebouw voor 1 euro overgenomen. Zo. En dat is echt een hele goede club. Die hebben echt alle mooie projecten in heel Nederland. Ook het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Dat zijn ze aan het herbestemmen. En die zijn nu aan de slag. En dan DSM heeft natuurlijk wel voorwaarden gesteld. Want het ligt op het industrieterrein. Dat was jarenlang het probleem. Omdat er ook maar zoveel mensen mochten werken in die cirkel. Maar nu is het op betere voet met de gemeente Delft en Rijswijk. En hebben ze gedacht van oké, het is wel het moment om het over te dragen. Maar we willen natuurlijk ook wel graag weer werkplekken terug. Dus er komen ook wel weer mensen van DSM kunnen dan in het hoofdkantoor gaan werken. Ja. De laatste vraag, want dan zijn we al 2 uur, niet dat het te lang is, bezig. Gaat uw gang. Het was ook de tijd van de broodfabrieken. Heeft hij contact gehad met Sarfati, die een broodfabriek opgericht heeft in Amsterdam? Heeft hij daarmee te maken gehad? Ja, Sarfati, de man in Amsterdam,
Even kijken, arts was hij ook, hè? En hij, Sarfati heeft ook een paar artikelen geschreven in de Fabrieksbode. Dus Van Marken en Sarfati hebben elkaar gekend. En Sarfati was onder de indruk van het beleid van Van Marken. Die heeft ook een soort pamflet geschreven, speciaal voor Van Marken. En ze, dat onderwerp van de broodfabrieken zal zeker natuurlijk ter sprake zijn geweest. Frank, ik ga toch nog even afsluiten. Met één gedicht, dat ben ik vergeten. Ik heb al die liefdesgedichten gedaan. Maar Van Marken heeft één keer ook een mooi gedicht gemaakt over wat hij belangrijk vond. Zijn kernwaarden. En dat gaat als volgt. Vooruit in kennis. In zachtheid. Kracht. Naar meerdere liefde vooral getracht. Vandaag bij gisteren vooruit gegaan. En morgen hoger dan heden staan. Breng ieder uur een woord, een daad die voor de wereld iets achterlaat. Nou. Ja. Jacques in vermomming en Jan in het echt. Wij zijn diep onder de indruk. Fantastisch verhaal. Er zijn genoeg complimenten al uitgedeeld. Hebben een dankcadeau uiteraard. Ingewikkeld voor de zoomend. Dit heb je misschien al, dus een boekje, want je bent er zo vaak opgetreden. En we reiken iedere keer hetzelfde uit, maar dat is misschien onder je pc wat hoog te leggen of zo. Dat is wel handig. Dankjewel. Maar als je het niet hebt, van harte welkom. En we hebben ook nog een kleine boekenbon voor je, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dankjewel. En als je nog even mag voor de zakelijke mededelingen. Ik herhaal even, we doen hier aan marketing. Dat weten we, dat belangrijk is. Ja, leerden we niks van in Delft natuurlijk. Maar ik herhaal de boodschap, dat doet Coca-Cola ook. Ze lopen 98% naamsbekendheid en ze blijven maar adverteren. Waarom dat mag, vraag ik me altijd af. Maar op 16 december, zoals Joost aankondigde, beginnen we om 6:00 in het Kiwi-gebouw in Den Haag. Maar wel ook samen met His Technica uiteraard. En we hebben broodjes. En we gaan ervan uit dat het allemaal coronatechnisch nog kan en mag. Tot 8:00 mogen we er bijeen zijn. Dus dat gaat allemaal lukken. Gaat over nanotechnologie. En Joost heeft er voor begin volgend jaar nog allerlei buitengewoon interessante lezingen opgezet. En ik geef dadelijk het woord aan de penningmeester. Komt zo. Niet nadat ik nogmaals een oproep doe namens collega-voorzitter Geert-Jan Olster om lid te worden van His Technica. Dat is goedkoop, maar als u iets duurder wil zijn, dan doet u het ook van Kiwi Geschiedenis der Techniek. En het beste is, zoals een aantal van ons, gewoon van beide lid zijn. Tot slot, Hans Stoutjesdijk over onze toekomstige Italië-reis. Nou, het is goed dat je het even voor de camera ook doet, dat iedereen zoomend dat kan meebeleven. Dat is het laatste voor vandaag, denk ik. Ja, die Italië-reis die niet door kon gaan vanwege corona. Ik heb gesproken met onze reisleider Tom Boelen, die helaas vandaag niet aanwezig kon zijn. En in overleg met hem wil ik u graag laten weten dat alles erop gericht is om die reis in 2022 door te laten gaan. In de laatste week van april. Er is een enquête geweest onder deelnemers die vroeger aan reizen hebben deelgenomen. 30 mensen hebben gezegd, we willen graag mee naar Italië. Dat is ruim voldoende om die reis te organiseren. Meestal, de laatste jaren, hebben die reizen zo 40 of iets meer dan 40 deelnemers. Maar 30, dat zou een mooi getal zijn. Maar het kan zijn dat u zegt van, dit lijkt me zo leuk, ik wil ook graag mee. Ik heb niet aan die enquête deel kunnen nemen, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Eventueel kunt u het aan een van de secretarissen melden. U kunt het ook een e-mail sturen aan Tom Boelen. Ik wil er nog bij vertellen dat die reis wordt gehouden in de laatste volle week van april. Dat gaat natuurlijk alleen door als corona dat toestaat. Daarom zal ook het convocaat wat laat worden verzonden. Dat zal in het eind van januari gebeuren. En dan wordt u een week in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. Mensen die belangstelling hebben, kunnen vrijblijvend zich opgeven. Dat kan dus bij mij, dat kan per e-mail aan Tom Boelen. En uiteraard als u dat aan een van de secretarissen van Geschiedenis der Techniek of His Technica mededeelt, dan zal die dat doorgeven aan onze reisleider.
Dank u wel. Finito. Buona est.